Mijn naam is Martin Benning. We hebben een melkveebedrijf in Dwinglo. En een melkveebedrijf samen met mijn, met mijn ouders. We melken momenteel 350 melkkoeien, voornamelijk Holstein-Friesen. Ik zit er momenteel 13 jaar in een maatschap. We zitten op een locatie dat uitbreiding niet of nauwelijks mogelijk is vanwege natuurbeschermingswetvergunningen. En daarom is het denk ik belangrijk om... Zoveel mogelijk uh, productie uit uh, de bestaande middelen te halen die we momenteel hebben. Die gezondheid op ons bedrijf uh, staat vrij hoog in vaandel, omdat wij zijn een uh, gesloten bedrijf. Om toch zo min mogelijk uitval en, uh, en kosten, uh, onverwachte kosten op het bedrijf te krijgen, is denk ik uh, uh, die gezondheid en uh, uh, vrije certificering van onder andere BVD en IBR is denk ik vrij belangrijk om uh, een goede continuïteit in het bedrijf te houden. Het speerpunt uh, op het bedrijf ligt momenteel uh, op uh, uh, goedkoop produceren. Uh, niet ten koste van alles, zeg maar de productie omhoog jagen om en, uh, en daar kosten uit weg te halen. Ik probeer langzaam uh, te strijden in productie. Bij ons op de boerderij krijgen de kalver de eerste 2-3 dagen krijgen ze biesmelk. Daarna gaan ze over op uh, poedermelk. En dan proberen, gaan we opbouwen naar uh, een kilo poeder per dag. Uh, dit krijgen ze gedurende ongeveer 9 tot 10 weken, afhankelijk van het uh, gewicht van de kalf. Vanaf 14 dagen komen ze bij de kalverdrinkautomaat, waar ze ook uh, uh, luzerne en, uh, en kalverbak bij krijgen. Daarnaast proberen we uh, de opvang zo te regelen dat uh, ze binnen het 23, 24 maanden gaan afkalven. Het Live Start Programma, daar uh, zijn we nu uh, mee bezig, en dat is eigenlijk naar aanleiding om uh, toch. Uh, uh, de input van, de, van je jongvee uh, op het bedrijf op een uh, goed niveau te krijgen. Om uh, zo min mogelijk uh, misses te krijgen qua kalveren. Dat gewoon elk kalf wat je aanhoudt, dat het ook slaagt als uh, goede melkvaas. En ook als uh, langdurige melkvaas die een uh, lange levensproductie uh, behaalt. Uh, het voordeel daarvan is dat je dus in principe minder jongvee hoeft op te fokken. En uh, je meer ruimte hebt op je bedrijf voor, uh, om, uh, om melkkoeien te gaan houden. Als je er kijkt naar hoe wij uh, in het verleden een kalf dan was het uh, elk vaaskalf werd, uh, werd aangehouden. En uh, ja, de, de Jungvi werd, denk ik, net zoals veel bedrijven, uh, een beetje bijnaast gedaan. Uh, het was niet echt de, de core business. Uh, core business was melken. En uh, Jungvi was een, uh, een, uh, een onderdeel uh, daarvan. Het Luifstraatprogramma helpt denk ik bij, uh, uh, om te, ervoor te zorgen dat je zo min mogelijk uh, uh, kalveren hoeft op te fokken. En dat elk kalf wat je opvakt dat het ook uh, op de juiste tijd geïnsemineerd en, uh, en uh, daar dus ook afkalft. En dat je dus uh, uh, goede sterke fasen krijgt met een lange levensproductie.